Hoe is je naam? Stam. Ja, je hebt nog een achternaam? Stampouw. Oké. Heb je nog gevoetbald vandaag? Ja. En welk elftal speel je? E4. Gewonnen, verloren? Verloren met 3-2. Leuke wedstrijd? Ja. Nou, daar gaat het toch om? Ja. Hey, heb jij nog een favoriete speler bij Rijnsburg? Ja, de keeper. Waarom? Ja, ben jij ook keeper? Nee. Oké, maar dat is wel je favoriete speler? Ja. Ja, dat kan. Heb jij een idee wat we vandaag gaan doen? De uitslag? Nee. Ja? En maakt het jou dan uit met hoeveel? Superveel niet, maar ik hoop dat ze winnen. Oké, maar luister eens, jij mag de eerste maken. Ja. Ja. Hey, doe je best en ik wens je een hele fijne middag toe. Ja, is goed. Dames en heren, jongens en meisjes, goedemiddag, welkom op de Middelbos voor de volgende wedstrijd in de derde divisie zaterdag. De wedstrijd tussen Rijnsburg Scholars en koploper FC Lissen. Bijzonder welkom aan bestuur, players en supporters van FC Lissen. We hopen natuurlijk met elkaar een prachtig mooie voetbalmiddag te gaan beleven. Ik mag u ook welkom heten namens de wedstrijdsponsoren, dat is J.M. van Berkel BV, Peter van Allen, Deper van Lieterhaal en Duurzijn Eukonis. Ze zijn leverancier op groothandel en retail en specialiseerd in daghandel en levering op korte termijn. En een van de meest opvallende kopen in hun assortiment is de ice cream, een bijzondere voetbalclub. Kijk eens op de website van jmvanberkel.nl. Let's go.
Nummer 8, Joop van Linden, de laatste geld. De hele plaats van nummer 23, Max Huurtel. De wissel is het team van Rijn van Spoors. Nummer 7, Rachid Al-Yacoubi. Voor het veld verlaten voor hem in de plaats. Onder nummer 11, Marvin Wijks.
Frits, Roeman, Marisha, Samuel. Richard van Hulkoop en ik heb nu wat...